Ik ga met Kabila meedoen aan het kampioenschap in Ermelo. Je moet wel echt haar goed managen, anders gaat ze zich echt letterlijk doodlopen. Is misschien overdreven, maar ze gaat zich wel stuk lopen voor je. Als wij een wedstrijd zouden moeten rijden zonder Grooms, dan zou dat heel lastig worden. En dan zie ik toch wel wat me niet aanstaat. Ja, vandaag is het dan even heel lastig en potje janken waarschijnlijk, dat doe ik nu al. Niet veel mensen weten dat Ermelo in september het decor was van een groots kampioenschap. Honderden ruiters en paarden uit 25 landen namen elkaar de maat tijdens het Europees kampioenschap Endurance. Een paardensport die gaat over vakmanschap van de ruiter, liefde en verbondenheid met het paard, doorzettingsvermogen en een enorme conditie. Hondjes. Ik wil geen hondjes pletten. Ja, over mijn shirt aan? Ja, dat kan wel. Dat is gewoon een shirt. Mijn naam is Erik Lamsma. Ik ben de organisator van het wereldkampioenschap en Europees kampioenschap Endurance. Ja, ik vind het gewoon chic, staan, vind ik, met die oranje dingen erop. Ik ben vader van Imke Lamsma. Imke die doet mee aan het Europees kampioenschap Endurance. Brengen wat dat betreft best wel veel tijd door. In het geval van nu van de organisatie waar ik bij betrokken ben, kan ik me niet bemoeien met Imke zelf, met haar rijden. Ik probeer me nu wat op afstand te houden van Imke, haar rol als ruiter op dit kampioenschap. Het is wel fijn dat ik hier alle krachttraining mag doen, hè? Ja, handig zo'n dag. Gratis training erbij. Ik ben Imke Lamsma. Van heel jongs af aan ben ik betrokken geweest bij de sport vanwege mijn moeder, die ook op internationaal niveau mee heeft gedaan. Nou ja, mijn vader heeft altijd wedstrijden georganiseerd, dus zo ben ik er ook bij ingerold. Ja, ik ben altijd meegenomen op die wedstrijden. Alleen ik was nog zo jong, ik kon niet echt helpen, maar ik heb wel alles meegekregen. Ik stond vaak met mijn cameraatje op de achtergrond foto's te maken. Oh, je hebt wel nog poezak daarnaast, hè? Deze kan hier wel. Dat was hem, hè? Ja, meer past niet in de auto. Imke die is in 90 geboren. En eigenlijk op het moment dat wij met ons kleine gezinnetje meer naar de top toe gingen van de endurance sport. Toen de tijd met Jinty. Jinty reed in 99 in Imke haar geboortejaar het eerste internationaal kampioenschap. Ja, en dat maakt het ook wel bijzonder dat wij eigenlijk altijd met ons gezin, en dus daarmee ook met Imke, een soort way of living hebben gevonden. Toen Anita in het Europese kampioenschap in Ierland reed, ging Imke als klein kind, als vierjarig kind mee met een begeleidster erbij, die ondertussen haar af en toe vergat en liet zitten. Zodat zij als moederziel alleen tussen de paarden was. Dat was Imke haar leven toentertijd al. En ja, nog steeds, eigenlijk is er weinig veranderd, behalve dat ze geen begeleiding meer nodig heeft. Hier, mooi lachen. Lachen. Goed zo. Toen ik een jaar of 9 was, heb ik mijn eerste endurance wedstrijd gedaan met mijn Shetland Pony Panther, die hier nog steeds in de tuin staat te genieten van zijn pensioen. Ja, ik ben er nou ondertussen iets te groot voor geworden. En zo ben ik langzaam steeds iets verder gekomen in de sport met nu dus andere paarden. Ja, ik heb het eigenlijk een beetje van mijn moeder overgenomen. Kijk hoog! Goed zo! Hij komt niet meer zo hoog. Endurance is een sport waarbij uithoudingsvermogen een belangrijke rol speelt. Junioren tot 22 jaar rijden op het WK 120 kilometer op een dag. Imke moet als seniorruiter op het EK zelfs 160 kilometer afleggen. Dat lukt niet in je eentje. En daarom heeft elke ruiter een team grooms bij zich dat de hele wedstrijd paraat staat. Als wij een wedstrijd zouden moeten rijden zonder grooms, dan zou dat heel lastig worden. Je hebt gewoon onderweg je koelwater wel nodig. Het paard heeft het zwaar onderweg waarschijnlijk. Dus een beetje verkoeling is fijn. En dan staan ze onderweg gewoon met de waterflessen om ze aan te geven, zodat ik mijn paard kan koelen. Hetzelfde met drinkwater, staan ze onderweg mee voor het paard.
Mijn ouders zijn voor mij best wel een belangrijke factor in deze sport. Omdat ik heb natuurlijk de sport leren kennen via mijn ouders. Op dit moment doen we het eigenlijk nog steeds alles samen. En omdat zij ook gewoon veel ervaring hebben met de wedstrijden, weten ze me ook de juiste tips te geven. Dus als ik weer te veel ga nadenken, dan daar staat mijn vader in de achtergrond. Die zegt dan dat ik niet zoveel moet zeuren en dat ik gewoon moet gaan rijden. Ja, en op dat moment is dat vaak heel irritant, maar na die tijd is het dan denk je na, dan oké, misschien heeft hij toch wel gelijk. Mooi, heel mooi. Ja? Echt ruzie hebben we daar niet over. Het is vooral gewoon, hij vindt, stel je niet zo aan, gewoon positief denken. En ik heb zoiets van, ja, maar ik voel dit. Ja, dus dat, daarin gaat het dan beter met mijn moeder dat ik dat soort dingen bespreek dan met mijn vader. De lange rit bestaat uit meerdere rondes. Op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo wordt voor het kampioenschap een veterinaire post ingericht. De vetgate genoemd. Daar worden de paarden na elke ronde gekoeld om de hartslag snel naar beneden te krijgen. Daarna checkt een onafhankelijke dierenarts de dieren kritisch op hun conditie. Ook is er ruimte om te rusten en paard en ruiter voor te bereiden op de volgende ronde. Het paard dat alles bij elkaar de snelste tijd neerzet en topfit blijft, gaat met de winst naar huis. In de vetgate heb ik dus even de tijd om te zitten en bij te komen. En het paard heeft de tijd om te eten. En zij zorgen ervoor, in mijn geval vaak, dat het paard gewassen wordt, gemasseerd wordt. Dus dat is fijn dat ze mee zijn, want anders dan, kom je zelf niet aan je rust toe. En bij 160 kilometer kan ik dat eigenlijk wel gebruiken. Voor de ruiters en hun grooms zijn de cooling downs en de keuringen van de dierenarts de meest zenuwslopende momenten van de wedstrijd. Want is de hartslag te hoog of beweegt het paard niet soepel, dan wordt het meteen gedisqualificeerd. Als wij de vetgate inkomen, dus we komen terug van de ronde, dan heb je, wil je zo snel mogelijk bij de dierenarts aanbieden. Want je wil de hartslag onder de 64 slagen per minuut hebben. Dus wat je doet is, onderweg maak ik vaak al deels het hoofdstel los, het zadel los, dat doe ik vaak zelf. Vervolgens loop je door naar jouw eigen emmertjes. Bij Ermelo zullen er dan waterbakken staan, meestal heb je je eigen emmertjes mee. Daar ga je koelen. En tegelijkertijd is er één iemand, in mijn geval vaak mijn moeder, die telt de hartslag van het paard. Zodra dus die hartslag genoeg gezakt is, dan loop je door naar de dierenartsen. En dan zodra je over die lijn heen bent, dan stop je tijd. Dus dat stukje wil je zo snel mogelijk kunnen doen. Want anders is het gewoon echt zonde van je rijtijd. Vervolgens heb je de dierenartscontrole. Dus die gaat kijken, is je hartslag ook echt laag genoeg? Dan luistert hij vervolgens nog naar darmgeluiden. Kijkt hij of je paard is uitgedroogd enzovoort. Gewoon of het paard fit is. Je moet een keer voordraven. Loopt je paard nog goed? Pas als dat allemaal oké is, dan geeft de dierenarts je groen licht en mag je door naar je pauzeplek om vervolgens je klaar te maken voor de volgende lus. Dus dat is het hele traject wat we iedere keer weer opnieuw in spanning moeten afwachten. Ben ik goed, ben ik niet goed, mag ik door, mag ik niet door. Ja, dat blijft altijd het spannendste deel van de wedstrijd. Wel zenuwslopend. Nadat de wedstrijd is uitgereden, volgt er een allerlaatste controle. En ook dan worden nog de nodige paarden afgekeurd. Door deze strenge inspectie haalt maar zo'n 50% van de deelnemers uiteindelijk de eindstreep. Heel spannend voor Imke, omdat haar paard een nadeel heeft ten opzichte van veel andere paarden in de wedstrijd. Kom maar. Oh ja, tuurlijk. Dan is de camera erbij en dan ga je van me wegrennen. Ik ga met Kabila meedoen aan het kampioenschap in Ermelo. Kabila is een lekker eigenwijs paard. Ze heeft een heel sterk karakter en echt wel een eigen willetje, maar ze is ook heel, heel hard voor zichzelf. Ja, en dat is onze sport. In onze sport is dat heel mooi.
Dat kan echt heel erg in je voordeel werken, maar het is ook een risico. Want je moet wel echt haar goed managen, anders gaat ze zich echt letterlijk doodlopen. Is misschien overdreven, maar ze gaat zich wel stuk lopen voor je. Dus je moet echt goed in de gaten houden. En ze is ook gewoon heel grappig. Ze heeft humor. Ze is heel slim. Soms slimmer dan je denkt. Dat merk je in alles. En heel leuk om mee samen te werken. Kabila is al wat ouder en ze is dus al 16 jaar. Ze heeft dit jaar wel bewezen in de voorbereidingen dat ze wel nog aan kan. We hebben er gewoon heel veel aan gedaan om dat te managen. En dat is, dat merk je gewoon, dat er meer voor nodig is om het goed te houden. Ons plan is om rustig uit te rijden. Dus vooral niet te veel met de kopgroep meegaan. Lekker rustig achteraan starten. Zodat wij allebei niet te veel in de stress schieten. Dus Kabila niet te gek wordt en met de kopgroep mee wil. Waardoor ik ook weer onrustig word omdat ik zoiets heb van, oh god, hou jezelf heel alsjeblieft. Dus gewoon rustig gaan beginnen. En dan eventueel op het einde, als er nog wat in zit, dan kunnen we misschien nog wat sneller. Maar vooral gewoon niet veel harder dan dat we onze eerdere wedstrijden gedaan hebben. Van de week liep ze lekker. Ja, en ook hoe die rug nou is. Of dat ook of dat goed gebleven is. Of dat ze veel meer moet doen. Ja. Netjes. Oké, dan hadden we. Wij zijn nu onderweg naar Jill Bomers. En Jill die is fysiotherapeut en ze doet ook dry needling voor de paarden. En ze heeft een aquatrainer aan huis staan waar ze dus ook de paarden in traint. En in die aquatrainer doet ze krachttraining om haar achterhand en haar rug sterker te maken. En dat doen we ook in de voorbereiding op ons kampioenschap. Kom eens even op vier benen. Braaf. Super meisje. Nou, ik wil eigenlijk gewoon vooral zuinig zijn. Ja. We hebben dan dit weekend wel, ga ik nog 30 kilometer galopperen. Ja. Voor de rest vooral heel houden. Ja, precies. Want bij haar heb ik niet het idee dat het nou nog heel veel meerwaarde heeft om super pittige trainingen te gaan doen. Oké, wat we gaan doen is eigenlijk de lage rug nog even een klein beetje losser maken door middel van de naald. Ja. En die naald die zorgt er eigenlijk voor dat je in de diepere lagen kunt komen en eigenlijk een mooie ontspanning gaat creëren op spierniveau. De spier trekt eigenlijk samen op het moment dat ik de naald erin steek. Als ik op het goede triggerpoint spierknop zit. En dan zie je dus eigenlijk een korte samentrekking van de spier en daarna ontspant hij mooi. Maar het is nu ook heel gelijkmatig hoor. Ik vind zowel links als rechts wat gevoeligheden in de spier, maar eigenlijk voelt ze verder heel goed aan. Imke heeft in overleg met de dierenfysiotherapeut Jill Bomers besloten dat aquajoggen de perfecte krachttraining is voor Kabila. Het water in de tank geeft genoeg weerstand om de spieren in rug en benen flink aan het werk te zetten. Tegelijkertijd is aquajoggen minder blessuregevoelig dan een training in het bos. En zo hoopt Imke het paard fit te houden. Wanneer ik recht op mijn paard zit, dan heeft dat helpt haar gewoon heel erg. Want als ik scheef ga hangen, dan op een gegeven moment ga je je paard ook scheef belasten door iedere keer meer gewicht op bijvoorbeeld die linkerkant te zetten. Ja, dan heb je gewoon kans dat jouw paard links voor bijvoorbeeld kreupel wordt. Met haar sta ik bijvoorbeeld alleen maar in het zadel. Ja, dat zou ik niet met ieder paard doen, maar omdat zij die gevoelige rug heeft, moet ik blijven staan. Want ik zou het mezelf heel erg kwalijk nemen als ik ga zitten op die rug, omdat ik het niet meer volhoud en vervolgens krijgt zij last van haar rug. Dus ik vind dat ik zelf fit genoeg moet zijn om dat vol te kunnen houden. 9 en 10. Yes. Oh ja. Hoe is het gaan? Ja, wel goed. Ja? Poenie houdt het lekker spannend. Wat dan? Nou, de galoptraining ging super. En de dag daarna net een iets warmer beentje aan één kant. Dus ze loopt wel gewoon goed. Ja. Maar ja, dat is dat been, daar had ze, zeg maar anderhalve week geleden had ze haar ijzer ervan afgetrapt. Nou, en dat been is nu dus iets warmer. Dus waarschijnlijk doordat ze op de eigen voeten heeft getrapt, dat ze daar dan last van heeft. Maar goed, morgen nog weer een keer laatste dierenartscontrole. Spannend. Ja. Maar wat betekent dat dus? Stel dat het blijft, ga je dan nog steeds door of niet? Nou ja, ze loopt nu nog goed, maar ik ga dan afwachten wat de dierenarts van zegt. Van, is het een risico of blijft ze gewoon goed? Hoe is het er nu mee, de heupen? Ja, blijft hetzelfde een beetje. Ja. Altijd een beetje strak. Maar, drie keer in de week ongeveer wel mee bezig nog. Ja. Maar als ik kijk naar vorig jaar,
Ja, hij is exact niet meer zo ver achterover, zeg maar. Nee, dat je zeg maar, achterover, zeg maar. Hoe het in het begin ging, dat je daarna, daar geen kant ligt. Kan ja. Het veel beter zo houden. En het is een lastige oefening. Het is niet de makkelijkste. Dat durf ik dan nog wel gewoon eerlijk toe te geven. Dat is aardig van je. Meestal na zo'n 100 kilometer dan beginnen de eerste kwaaltjes. Dat je vermoeidheid begin je te voelen. Je gaat wat verzuren op bepaalde plekken. Bij Cabby voel ik vaak mijn kuiten, want zij is vaak net wat scheef. Waardoor ik ook net wat scheef ga en we versterken elkaar daarin. Dus op een gegeven moment ga je natuurlijk ook je benen voelen. Je buikspieren aanspannen wordt steeds lastiger, waardoor je door je rug heen gaat zakken. En normaal gesproken rennen we er niet veel naast, maar als het moet, dan moet het ook kunnen. Stel je paard is even niet helemaal lekker of heeft gewoon even pauze nodig, dan moet ik eraf kunnen springen. Ik moet 10 kilometer mee kunnen rennen en ja, meestal red je dat wel gewoon op mentaliteit. Maar je probeert je er natuurlijk wel ook in je training van tevoren op voor te bereiden. Door gewoon ook vaker naast je paard te gaan wandelen, een stukje te gaan rennen, krachttraining te doen. Ja, gewoon jezelf ook voorbereiden, mentaal en fysiek. Oké, is hier nog een kleine twijfel? Je hoeft niet te twijfelen. Gaat goed. Je hebt genoeg sprongkracht. Serieus waar. Die bilspieren zijn sterk genoeg. Zit hier. Ja, I know. Maar dan die bilspieren, ik zie het. Zijn sterk genoeg om dit te kunnen. Okay. Twee. Hier, hoppa. En hou vast. Mooi. Zet hem gelijk vast, hè. Ik zie af en toe nog je heup. Boop, dit doen. Net iets doorzakken. Maandag zat er echt nog wel een stuk meer vocht omheen. Okay. Ik weet niet of het alleen vocht is of dat er ook werkelijk wat te zien gaat zijn. Ik vind het nog wel een beetje moeilijk. Ik had maandag even zo'n moment dat ik dacht van, oh nee, het gaat helemaal mis. Nou ja, of helemaal mis. Ja, je ziet gewoon iets aan je paard wat niet hoort te zijn. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen die Imke heeft genomen om Kabila tot en met het Europees kampioenschap in Ermelo fit te houden, lijkt er nu toch iets mis met een van de benen van het paard. Waling Heitema onderwerpt Kabila in zijn kliniek in Wolvega aan een grondig onderzoek. Hij is de dierenarts van de Nederlandse Endurance Teams. Wat er vandaag gaat gebeuren, dat kan best wel bepalend zijn, want als hij nou iets ziet op die echo en het is twijfelachtig, ja, dan is voor mij de keus redelijk makkelijk dat ik gewoon zeg, dan gaan we het risico niet nemen. Nou, als het gewoon goed is, dan gaan we wel starten. Het is hier altijd doodeng. Vastzetten? Dat maakt me niks uit. Ik ga nu een echo maken van haar rechter voorbeen. En dan, dan gaat Waling daar wat over zeggen. Ben je tevreden over hoe het ging? Ja, tot nu toe wel. Tot nu toe liep ze goed, dus. Tot nu toe tevreden. Ik heb hier een beetje ademhalen. Nou ja, dit is het spannendste gedeelte eigenlijk. Maar... En dan zie ik toch wel wat me niet aanstaat. Toch wel? Ja. Ja, ik kan wel kijken, maar ik weet toch niet wat ik zie. Ja. Moet ik me hier over nemen? Het is, er zit een ontsteking in het checkligament, in het distale checkligament. Ja. En dat is eigenlijk, dat is, nou ja, niet een blessure die komt door overbelasting, maar het is een blessure die komt waarschijnlijk door een keer verstappen of uitglijden. Of een ijzer ervan aftrappen en een rare beweging maken. Precies. Ik zou met zo'n blessure niet gaan deelnemen aan een wedstrijd. Nou ja, tot over 2 weken. Rij je met een auto, dan doe je een nieuwe motor erin of een nieuw onderdeel erin. Maar ja, dat werkt niet bij een paard. Dus, maar dat wordt vanmiddag Imke knuffelen en troosten, denk ik, ja, of niet? Ik denk vooral met rust laten waarschijnlijk. Dat werkt bij mij nooit zo goed, hè. Maar nee, ja, weet je, ik ga gewoon... Ja, vandaag is het dan even heel lastig en potje janken waarschijnlijk, dat doe ik nu al. Maar je moet ook weer verder, weet je, en het is gewoon niet anders. Dus je gaat gewoon weer naar de volgende wedstrijd door. En voor haar zorgen dat ze weer beter wordt. Hè.
toen ik hoorde dat ik niet meer mee kon naar het kampioenschap met Kabila, toen heb ik denk ik 2-3 dagen echt flink gebaald. Op zo'n moment, binnen een minuut zeg maar, kom je erachter dat het gewoon allemaal voor niks bij wijze geweest is. Het was knop omzetten en we gingen weer verder, want ja, ze hebben toch een kampioenschap om te organiseren en ik kon mijn vader daar goed bij helpen. Dus ja, en daarmee heb ik mijn hele week wel vol gepland. En daardoor had ik gelukkig niet heel veel tijd om erbij stil te staan dat ik zelf niet mee kon rijden, helaas. Voor het komende jaar verwacht ik nog niet dat ik weer op een kampioenschap terechtkom met een paard. Maar we zijn nu met name bezig met de jonge paarden om die weer op te leiden, zodat zij over 2-3 jaar dan wel weer zover zijn dat ze mee kunnen. Ik denk eerder 2024 voor weer een kampioenschap. Met Kabila gaat het heel goed. Die is hersteld van de blessure en die loopt als een idioot door de wei heen te rennen en te vliegen bij haar eigenaar weer, dus in de Eifel. Die zijn allemaal te koop. Zo, zeg, ging omhoog. Zo. Dat weet hij ook gelijk. Ze heeft nu de leeftijd dat het eigenlijk gewoon mooi geweest is. Ze heeft zoveel wedstrijden gelopen, ja, zo goed de best gedaan. En als ik nou weer zou opstarten met het risico dat het misschien toch fout zou gaan, ja, dat zou ik gewoon heel zonde vinden. Oh, daar gaat de rest. Hier, daar komt ze. Onze kreupele Harry zogenaamd. Moet je er nou zien. Mooi is ze dan, hè? Ja. Kan je ze hier niet vaak zo showen? Met de staart echt in de lucht.